Maarten van Rossum. Maar eerst even ter voorbereiding daarop. Ja. Republikein? Ja, ik ben een zeer uitgesproken republikein. En hoe kijkt u dan tegen het koningschap aan eigenlijk? Dat is er. Ik zou liever hebben dat het aanstaande maandag om 9:00 zou worden opgeheven. Ik weet ook dat 80% van de Nederlandse bevolking meestal op nauwelijks rationele gronden een voorstander is van deze institutie. En dat ik dus heel weinig kans heb om in mijn leven nog mee te maken dat Willem-Alexander toch besluit om jumbo-piloot te worden. Hoewel hij dat waarschijnlijk liever zou willen. Dus ik ben me van de realiteit bewust, maar dat doet verder aan mijn standpunt helemaal niets af. Nee. Hoe komt het dat ze zo stil zijn? Want u zegt wel, ik ben een zeer uitgesproken republikein. De republikeinen hoor je nauwelijks. Misschien omdat er betrekkelijk weinig echte republikeinen zijn. Ik geloof dat 80%, ruim 80% van de Nederlandse bevolking wel happy is met het koninklijk huis. Maar ze zijn geen lid van het genootschap. Ja, dat genootschap was wel een beetje een club van halve haren, was althans mijn indruk. Ik zou er niet graag lid van zijn geweest, laat ik me heel voorzichtig uitdrukken. Ik ben überhaupt niet graag lid van iets, maar daarvan zou ik niet graag lid zijn geweest. Dat zei Groucho Marx al, hè? Ja, nou ja, de vereniging die mij accepteert. Nou ja, ja, meneer Mastrovic, bent u oranje gezind of republikein? Ik ben oranje gezind en ik ben ook blij met het Koningshuis. Als men wel daar de plaats weet. En daar bedoel ik mee te zeggen dat men zich bijvoorbeeld niet te veel met de politiek moet gaan bemoeien en dat soort dingen. Dus als daar, zoals dat nu gaat, vind ik het prima. Ik respecteer de leden van de koninklijke familie. En ik vind ook wel dat ze een bepaalde taak hebben, als die maar beperkt is. Nou ja, wat ook veel uitmaakt, ik denk ook voor die 80%, is dat hele rare dingen doet. Ja. Terwijl hier doet men heel plichtsgetrouw en heel ijverig. Nou, ik wil er toch op wijzen, en dat viel mij eigenlijk op in de hele aanloop naar het verwisselen van het staatshoofd. Dat eigenlijk op de aanzienlijke nadelen van het erfelijk koningschap nauwelijks of niet gewezen is. Dat is A, het risico dat de troonopvolger volstrekt ongeschikt is voor zijn taak. Wij zullen straks in de vorm van Willem III een dergelijke persoon treffen die er toch decennia lang geweest is met allerlei ellende als gevolg. Dat wordt in deze tijd natuurlijk nooit lang geaccepteerd. Nou ja, dat is maar de vraag. Dat zou dan wel leiden tot een constitutionele crisis. En er is een tweede punt wat nog veel gevoeliger ligt. Juist. En dat is het punt van de huwelijkskeuze van wat hebben. Kijk, Wilhelmina is met prins Hendrik getrouwd die volstrekt ongeschikt was. Je zou zeggen, daar hebben ze wat van geleerd. Niet verder lieden van hoge Duitse adel. Maar nee, Juliana trouwt met een vergelijkbare oplichter, zou je kunnen zeggen. Sorry dat ik deze terminologie moet gebruiken, maar die is in dit verband juridisch volstrekt verantwoord. Nou, deze zeggen. Tijd gaat straks van je eigen college af. Die gaat van mijn nou, gaan door. Dan gaan het toch. Klaus heeft het fantastisch gedaan. Klaus heeft het goed gedaan, maar daar hebben we toch in het begin ook nog allerlei twijfels over gehad. Irene is getrouwd met een Spaanse oplichter. Prinses Christina is getrouwd met een Cubaanse oplichter. En Willem-Alexander en Maxima hebben 3 dochters. En dan gaat er 1 straks in Groningen studeren. En die wordt straalverliefd op een illegale Somaliër. Je citeert wel wat selectief. Straks krijgen we Amalia, ken je mij nog? Dat is een gewone blik, toch? Ja. Dat is mijn gelaat in rusten. Vond je het een mooie voorstelling? Nou, ik heb het maar zeer gedeeltelijk gezien. Ik was net op tijd op om de balkonscène te zien. En toen, daarna ben ik mijn tanden gaan poetsen. En toen was alweer een half uur later. Ja, omdat mijn echtgenote zat te kijken, heb ik heel even gekeken naar het vullen van de kerk. Maar toen had ik getabelleerd dat zeker 4,5 uur ging duren. En dat vond ik nou ook weer niet de moeite waard. Dus toen ben ik naar boven gegaan. Ik heb heel prettig zitten lezen. Claudia. Maar ik was heel gelukkig dat het mooi weer was. Dat er een nieuwe koning is. En dat jij zelf als Kamerlid al eerder trouw hebt beloofd aan de koning. Bij het aanvaarden van maar het is toch niet dan dezelfde eed? Want jij belooft dat als Kamerlid. Dus als representant van mij, van ons, van het volk. Maar het is niet dezelfde. Kan de historicus het even uitleggen? Ja, het lijkt me dat we hier vrij makkelijk een eind aan kunnen maken. We weten allemaal dat het er geen reet toe doet of je die eed wel aflegt of niet aflegt. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Het is een onderdeel van een goed georganiseerd toneelstukje. En als je er in strikt juridische zin over zou willen praten, vind ik het inderdaad dubieus of je de rechter van de koning of die de eed, dat de eed moet zijn.
En of die eed dan niet aan de grondwet moet worden afgelegd. En dat is volgens mij al gebeurd als je als Kamerlid Zeker. Wordt beëdigd. En dus, is ook okay, weet maar ik zou erover ophouden. Genoeg eens ben. En je zegt, het doet er niet toe. Maar juist deze dag, hè, die ik toch van... Ik heb het voorrecht van dichtbij mee te maken, maar heel veel mensen aan de tv ook. Het symbool wat dat is, het gezamenlijke, die koningsvaart. Dat is dat alleen al, de hele dag. Maar het brengt een eenheid. Niet dat er mensen zijn die dat gevoel helemaal niet hebben? Nee, en die doen dat niet mee. Dat nee, jongen, we gaan even. Genoeg. Nee, dat is natuurlijk een beetje knullig aan de uitvoering. En dan krijg je zo'n hele hoge, lage kunstdiscussie. Dat er alleen maar voor artiesten uit een bepaalde hoek is gekozen. Ja, als ze daar helemaal voor zeggen we alsmaar met z'n allen. Ik geef toe dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt het leuk. Niet lied, niet, maar deze hele poppenkast die we gezien hebben. Ik begrijp dat het noodzakelijk is. Maar lang niet met z'n allen. De aardigheid van de democratie is ook dat er een hele grote groep is... die er helemaal niet zo verschrikkelijk veel sentiment bij heeft. En die niet voortdurend een traantje wegpinkt. Er is toch ook niemand die die mensen dwingt om mee te doen? Maar ik wil, omdat jullie alsmaar zeggen met z'n allen... met de intentie dat ik er ook bij hoor. Nee, want je moet toch zien vandaag dat er wel... bijna niet bezet zijn geweest. Maar je hebt ook hele luie republiek. Maar het feit dat deze mensen opzij worden gezet. Thuis zitten. Hoort u daar zelf toe? Ja, de kans dat ik met de trein naar Amsterdam zou zijn gegaan... om op dat plein te gaan staan vanwege mijn beginselen... dat die kans is niet groot, nee. Dat thuis op tv had kunnen volgen. Ja. Maar de kwestie is hier toch dat deze mensen... speelt vandaag op een van de demonstratievelden. Wiens verdienste is dat? Is dat de koningin? Nee, natuurlijk, dat is toch helemaal niet de verdienste van personen... ook niet van de koningin... Dat is de verdienste van een totaal ander tijdsgevricht, van een andere tijdgeest. Ik bedoel, het is niet 1980, het is 2013. Nou, dat is een reden om maar juist te verzetten tegen de monarchie. En misschien, je snijdt hier ook iets aan wat natuurlijk steeds op zo'n dag als deze een rol speelt. Alsof die koningin een soort van dwingende aanwezigheid geweest is in de Nederlandse samenleving en politiek. Het is grotendeels een ceremoniële koningin. Ik hoorde ook weer iemand zeggen van... er gaat nu van alles veranderen. Er gaat niks veranderen, want ze hebben niks te vertellen. Het heeft ook geen zin om die dromen op te sturen... want Willem-Alexander is de laatste die in staat is... om die dromen te realiseren. Maar om te suggereren dat het de verdienste is van het koninklijk huis... dat er vandaag geen rellen zijn... dat is echt de grootst mogelijke onzin. Het is een totaal andere tijd. Maar de vraag is, juist als je zegt het is nu 2013... dat is met name ook door de eerder aangehaalde Johanna nog genoemd... als een argument om er eens mee op te houden. En dat blijkt dus helemaal niet het geval. Het interessante is als je het vergelijkt met de jaren 70... toen het Koninklijk Huis veel minder populair was. We hadden al die drama's met Prins Bernhard natuurlijk. Ja. En wat betreft de pure aanwezigheid van het Koninklijk Huis... heeft Beatrix ervoor gezorgd dat we geen redden meer gehad hebben. En bovendien had ze er min of meer... niet min of meer een fatsoenlijke echtgenoot getrouwd... die niet rommelde met corrupte zakelijke belangen. Dus dat speelt ook wel een rol. Maar ik wijs er wel op dat het minste of geringste kan... de wispelturige kiezer Nederlander op heel ander... Denk aan de Spaanse koning. Hè, die heel populair begonnen is vanwege die staatsgreep... en die zichzelf nu laat betrappen in Afrika... met een dode olifant en een Duitse maîtresse. Ja. Maar de kern van het is, dus ik geloof heel erg dat in onze monarchie ook ingekomen is iets wat het zo sterk maakt. Die wat vroegtijdiger overdracht dan de dood met ellende. Of een hele oude koning en een kroonprins die zelf wat oud is. Als je even doorrekent, dan kun je zien dat Amalia nog betrekkelijk jong zal zijn als Willem-Alexander 75 is. Dan moet zij vrij vroeg aan de bak. Dus ze mag wel zorgen dat ze vroeg kindertjes krijgt van een nette echtgenoot. Goed. Moet ik dan die boodschap aan haar doorgeven of doe ik dat zelf? Heel graag. Ja. Maarten van Rossum, je hebt college gegeven hier over Willem 1, 2 en 3. Trefwoord halve garen. Nee, niet Willem 1, hebben we niet gezegd. Met uitzondering 3. 2 en 2 en 3, 2 vrij gestoord en 3 compleet ongeschikt voor het ambt. Juist. Dus nu is de vraag, hoe past Willem-Alexander in dat rijtje? Ten eerste zijn zijn bevoegdheden van een totaal andere aard dan van Willem I en Willem II. Willem III had moeite met het feit dat zijn bevoegdheden enorm waren ingeperkt tot ongeveer de huidige situatie. En hij heeft, wat ik al zei, heel weinig te vertellen. Op zichzelf lijkt mij Willem-Alexander een doodnormale man. Die, voor zover ik het kan zien, geen grote brokken gaat maken. Bovendien heb ik ook de indruk dat zijn echtgenote in dat geval wel vrij realistisch kan bijsturen. Dus, maar wat, je weet het maar niet zeker. Denk aan hoe we die Spaanse koning hebben in de lucht hebben gestoken. Je weet niet hoe mensen
ontsporen. En volgens mij wordt die wispelturigheid van het electoraat en van wat mensen denken, dat wordt enorm onderschat. Een paar media-hypes eroverheen. Stef, hoe hij koopt een blitse sportwagen, ik noem maar wat. Niet door iedereen, maar niet door hen. Want? In de speech van Beatrix de avond voor de abdicatie ging het precies over wat jij nu zegt. En ook in de toespraak van Willem-Alexander vandaag. Zij zijn zich extreem bewust van dat is in het verleden is dat niet altijd gebleken dat dat zo is. Ik denk ook dat volgens het wel moeilijk is. Volgens mij zijn ze doodsbenauwd voor. De paradox is toch eigenlijk dat ze niks meer te vertellen hebben. Mm-hmm. Maar dat ze tegelijkertijd gegijzeld worden door het wispelturige karakter van de democratie. Wat in Nederland enorm sterk is toegenomen in de afgelopen kwart eeuw. En deze koning en dat, heeft natuurlijk ook een aantal hobby's die niet echt stroken met dat mensen ik hoop dat die dus geen olifanten gaat schieten, waarom dat in die kringen de normaalste zaak van de wereld is om ze eerst te gaan beschermen en ze vervolgens dan dood te gaan schieten. Dat is mij een raadsel, maar het komt heel veel voor. Maar zoals de zaken er nu voor staan, lijkt mij Willem-Alexander een betrekkelijk betrouwbare uitoefenaar van een ambt wat in feite niets te betekenen heeft. Arno Jouwstra, het gevaar van Willem-Alexander zit hem dus kennelijk in een foute hobby of een... Je kan teruggaan naar begin jaren 90 in Engeland. Wat wel ook een goede monarchie. En nou ja, daar heb je een paar kinderen die gaan dan... Je had dan deze prins Charles. Die ging dan met zijn minnares in de bosjes. En zijn eigen vrouw ging uithuilen bij haar minnaar. En dat had allemaal in de kranten gezet. Dus toen daalde de appreciatie voor de monarchie heel erg. Kunnen ze beter niet mobiel telefoneren. Nee, dat wou ook fix it. Het werkt prima. En dus waarom zou het veranderen? Nee, het werkt niet prima. En dat vind ik toch wel een punt wat deze dagen totaal niet aan de orde is geweest. Willem III was compleet ongeschikt. Maar in feite een gevaar in het ambt. Prins Hendrik was totaal ongeschikt voor de rol als was prins geen koning. Gemaal. Was prins gemaal. En speelde toch een belangrijke rol in de samenleving. Bernhard, ze hebben die fout nog eens een keer gemaakt. Weer een Duitse avonturier zonder centen. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. We hebben de Greet Hofmans affaire gehad. We hebben Irene met die maloot uit Spanje gehad. We hebben Christina met die maloot uit Cuba gehad. Het is een hele lange reeks van voortdurend, ik zwijg nog van Margarita met die man waarvan ik de naam kwijt ben, met die honden. De Roy van Zuidwijn. Je haalt me de woorden uit de mond. Maar allemaal hebben ze geen enkele invloed gehad op deze schade. Ze hebben wel degelijk schade toegebracht aan de rol van het Koninklijk Huis. Nou, laat me dat. Waar hebben we het in godsnaam? We hebben het over koning Willem-Alexander. Ja, maar we hebben het over dode olifanten en over maîtresses. En over maîtresses en over weet ik veel wat voor ellende die je met... De maîtresses komen nog. Die je met iedereen kan krijgen. Nee, ik ben met je eens dat als je een republiek hebt en een president... Jij zei het al helemaal in het begin en dat ben ik helemaal met je eens. Het is natuurlijk idiotie om te denken... Dat je toevallig de zoon bent van de koningin ook die functie aan kan. Dat is ook belachelijk. Maar nu we dat hebben en dat al jaren goed gaat. En in Nederland die enorme aanhang is voor de monarchie. Zolang en we daar kennelijk allemaal enorm plezier aan beleven. En het tot nu toe heel goed gaat. Waarom zou je dat in godsnaam nu moeten veranderen met drie mensen in een wit t-shirt op het Waterloopplein? Mijn hemel, waar gaat het over? Nederland wil die monarchie en tot nu toe gaat daar gaat het goed. Over. En jij zit maar een beetje chagrijnig te wezen. Nee, vind ik ben geestig. Helemaal niet chagrijnig. Ja, dit is wel vrolijk. Nee. Ik was vanavond in topvorm. Maarten was het zonnetje aan tafel. Dat was gewoon.